Yes, een hele goede avond allemaal. Sommigen die zouden het misschien al gezien hebben, ik had hem eventjes op het verkeerde ding staan. Een hele goede avond allemaal jongens. Leuk dat je weer bent bij weer een nieuwe livestream van Crypto met Chris. Het is de eerste van weer een nieuwe maand. En uh, we gaan gewoon weer lekker naar de charts kijken jongens. We gaan in op vragen en verzoekjes vanuit jullie. Uh, dus heb je vragen, loop je tegen, de, tegen dingen aan. Wil je graag dingen zien, dan is hier uh, de uitgelegen, het uitgelegen moment voor om lekker vragen te gaan stellen. Uh, laten we allereerst eens even kijken wie we allemaal hebben. Ik zie uh, ons vader binnenkomen. De setstekker die is er. Partyboy is er. Milan is er. Tommy, Prikkie Kunta. Hele goede avond allemaal, jongens. Leuk dat jullie er zijn. Um, titel van de livestream: FOMC. Kan Bitcoin doorgaan pushen of testen we terug? Waar dit dan precies dadelijk vandaan komt, dat, uh, dat hoor je dadelijk vanzelf. In ieder geval hoe we de chart technisch voor staan. Um, in ieder geval. Uh, was er dus vandaag om 7 uur, dus een half uurtje geleden, was er het. Uh, kijk, Royke komt ook nog binnen, een hele goede avond. Was er een rentebesluit? Uh, en is daar nu rond dit tijdstip ook een to toespraak over? Dus uh, wellicht dat dat nog voor wat prijsactie kan gaan zorgen. Ehm. Uh, de interest rates die zijn in ieder geval hetzelfde gebleven. Er is verder niks uh, verhoogd of verlaagd of wat dan ook. Dus, uh, en dit lag, in de, uh, dit lag in de verwachting in ieder geval. Dus we zitten momenteel nog op een 5,25% tot een 5,5%. Uh, uh, en dan gaan we gewoon zien. Of dat daar nog meer verhogingen of misschien zelfs al wel een verlaging binnenkort of over een tijdje aan zit te komen. Wellicht zou dat in het nieuwe jaar al kunnen zijn. We gaan straks zien wat het allemaal gaat brengen. Voor nu in ieder geval, wat me nu in ieder geval opvalt, is dat er nog vrij weinig volatiliteit uit voortkomt. Wellicht kunnen we er nog iets mee gaan doen. Onze moeder komt nog binnen. Um, ik ga me ondertussen alvast overzetten, jongens. Heb je verzoekjes of heb je vragen of wat dan ook? Stel ze gerust in de chat. Daar is het moment voor. Dus heb je uh, aandelen die je wil zien? Heb je uh, commodities, uh, bepaalde cryptocoins? Mag niet uit. Gooi ze erin. En dan, uh, dan kunnen we daar eens eventjes naar kijken. Sluiten we hem dadelijk eventjes af met Bitcoin. Heb je dadelijk. Uh, ja, heb je vragen, dus Gooi ze er gerust in, in ieder geval. Ik ga hem ondertussen even overzetten naar het uh, overzichtje. Als jullie willen abonneren op het kanaal, als je dat nog niet hebt gedaan, de livestream liken. En even op het belletje duwen. Dan weet je wanneer dat we live zijn. En dan, uh, dan krijg je daar weer een melding van. Dan ga ik hem ondertussen even overzetten. En dan gaan we eens kijken hoe we ervoor staan. Even kijken. Goed, um, even kijken. Het overzichtje, afgelopen week. Let's see, wat valt op? Bitcoin probeert aardig door te drukken. Uh, begint een beetje in compressie te komen. Afgelopen week een goede 2% in de plus. Ethereum die volgt daarmee ook uh, eindelijk. Die komt ook een beetje mee op gang. Uh, vallen er dan nog meer dingen op? XRP een goede 8,5% over gehad. Weten we natuurlijk, uh, Milan, uh, maar hebben we natuurlijk vorige week naar gekeken. Toen heb ik gezegd: van ja, je hebt je entry waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk al gemist. En die is dus afgelopen week ook 8,5% gaan spuiten. Dus kunnen we dadelijk wellicht nog eens eventjes naar gaan kijken. Of dat het wel weer wat nieuwe, uh, um, wat nieuwe setupjes um, geunlocked heeft. Um, Royke komt binnen. Sunicele Sin komt binnen. Hele goede avond. Leuk dat jullie er zijn. Um, opvaller. Afgelopen week Solana 50%. 48,5% omhoog. Dit is natuurlijk enorm. Uh, kunnen we dadelijk ook eens eventjes naar gaan kijken. Het, lijkt me enorm interessant om daar eens eventjes naar te gaan kijken. Um, Cardano, Tron, uh, Chainlink. Nou, er komen hier en daar spuiten er toch wel wat tussenuit. Een, een AVAX, een goede 13,5%. Uh, Cosmos, bijna 12. Dat is toch wel interessant. Er zitten hier en daar toch een paar mooie uitspattertjes tussen. Dus dat is goed. Uh, opvallende zaken in tegengestelde richting. Bitcoin cash, een goede 4% onderuit dan. Ja, en dan verder, uh, geloven het wel. Maker, bijna 12% in de min. Oké, okay, oké. Okay. Nou, overwegend groen weekje dus gehad. Ehm. Uh, Dingetjes die, we eventjes, die, ik, die ik nu dadelijk gelijk mee wil nemen. We beginnen gelijk even met, met Solana. Kijken we daarna even naar XRP. Um, en dan gaan we naar de verzoekjes uh, van bijvoorbeeld van Roy en Socks. En dan, uh, dan kijken we even hoe we ervoor staan. Goedenavond, Jesse. Leuk dat je er bent. Welkom, welkom. En dan gaan we eens even bekijken. Uh, dit is bitcoin natuurlijk. Komen we dadelijk op. Ehm. Uh, beginnen we met XRP? Of nee, met. Uh, waar gingen we mee beginnen? Nou, ja, we trappen. Ehm. Uh, uh, Solana. Even kijken. Kijk, en dan begint het toch weer aardig interessant te worden. Want wat zien we gebeuren op Solana? Je, ziet het, je weet natuurlijk dat we echt aardig wat ingeleverd hebben. Uh, was ook zo goed als doodverklaard natuurlijk. Na, dat, na heel dat, uh, dat FTX gebeuren en al dat gedoe. Uh, maar er begint nu langzaamaan wel wat prijsactie te komen waar we iets mee kunnen. Uh, zoals je ziet hebben we hier in ieder geval het punt wat ervoor pardon, gezorgd heeft dat we uiteindelijk hier naar beneden zijn gegaan. Wat hier die bodem zorgt. Zie je eigenlijk al dat hier een heel belangrijk level ligt. Het zou dus nu ook enorm interessant zijn. We kunnen dadelijk eens gaan kijken dan wat voor prijsactie er hier ligt. Maar het, ja, je ziet het eigenlijk al een beetje vormen. Mijn lijntjes zijn niet zo recht. Maar het gaat er in ieder geval om dat je ziet dat hier verschillende zones liggen. En daar ben je nu eindelijk uitgebroken. Dus dat ziet er, uh, ziet er interessant uit. Um, laten we dan in ieder geval eens eventjes in dit stukje gaan kijken. Of dat we daar wellicht wat mee kunnen. En kijk eens... Daar komt wat prijsinfo aan. Um, even kijken, gaat er een alertje af? Ik word dus net gevuld op het reetje. Um, kunnen we dadelijk wellicht even naar kijken? Ik zal daar eens even kijken wat hij gaat. Oh, even in de gaten houden wat hij gaat doen. Um, dus hier. Ja, dit zou toch gewoon een mooi interessant gebiedje zijn die we, die, die we terug kunnen testen. Dan gaat het een beetje om dus deze regio. Uh, want daarmee, ja, creëren we dus eigenlijk een beetje een soort van, uh, van flippereffect van hier. Pats, pats en dan door. Dan zou je mooi terugkomen op die oude range, dan behoud je dit level hier mooi. Um, en dat, dat level dat ligt dus om naar nabij hier in deze regio hè. die kunnen we natuurlijk het beste zien. Even kijken, Hup. Op de weekly. Ehm. Um. Misschien afgezaagd, maar ik denk dat Volkswagen nu gaat kantelen. Kunnen we daar ook even meepakken, Prikkie? Helemaal geen probleem, ja. Um, ja, dan vind ik dit toch wel een interessante regio. Zeker, zeker. Um, ik ga in ieder geval heel eventjes naar mijn... Uh, naar mijn hier naartoe kijken. Dan ga ik deze eens eventjes hier naartoe planten. Uh, ga ik in ieder geval eerst eens eventjes een tapetje hierop zetten. Voordat we dadelijk... Uh, Even kijken, gaan we ongeveer hier pakken. Dat is ook wel grappig, even in een live, uh, live treetje. Uh, uh, moet ik eens even snel nou gaan kijken. Oké. Okay. Uh. Zo. En uh, die gaan we nemen op 3, 4, 6, 11. Zo, die staat erin. Um, en de volgende, die pakken we. Want daar gaan we gelijk ook eens eventjes door. Dan uh, maken we het live mee om te kijken of we er iets moois van kunnen maken. Gaan we het er zo even inzetten. De volgende pakken we. Nou, die kelt er al gelijk uit. Dus dat is mooi. 3, 4, 4, 2. Die gooien we er daarin. Ehm. Um, en dan sluiten we er nog een aantal hieronder. Even kijken. 3, 4. 3, 4. 2, 7, 7. Zo. Dan staan in ieder geval de tepeetjes erin. En dan hoeven we daar verder niet meer naar om te kijken. Kunnen we dadelijk weer, weer even kijken hoe dat het loopt. Dus dat is helemaal prima. Ehm. Um... Gaan we eventjes door waar we gebleven waren. Solana, ja, zou het mooi zijn als we hier een terugtestje kunnen maken. In ieder geval, uh, je ziet hier dus nog een belangrijk level te liggen. Kijk, het zou mooi zijn als we deze dus, uh, die hebben dus hier teruggetest. Terug pingponget, pingpongetje maken, hier naartoe, hier naartoe, en door. Dat zou een beetje een mooi scenario zijn, in ieder geval voor uh, voor Solana dus. Maar onthoud goed, ja, hiervoor moeten we momenteel, als we hier staan, toch nog zeker een uh, wat zal het zijn. Ja, toch een goede 35% gaan zakken. Dus ga die prijs echt niet achterna lopen jagen. Is nergens voor nodig. Um, de prijs moet naar jou toe komen en, en niet andersom. Dus um, zo doende. Um, Solana gehad. Gaan we nog eventjes naar XRP kijken. Want daar hebben we natuurlijk vorige week ook iets um, opgemaakt. Dan gaan we eens even kijken wat we daar van kunnen maken. Um, ingetekend natuurlijk, ah, die is, de terugtest is er al wel van geweest. Um, zoals je ziet zijn we ook bijna in de zone geweest. Die ik, uh, die ik hier had ingetekend. Ja, je komt nu heel erg op een punt aan dat het, uh, dat het wat lastiger gaat worden. Um, ook aangegeven dat op het moment als je die bovenzijde terugtest, dat ik hieronder wellicht wel uh, opnieuw geïnteresseerd ben. Wil je echt, uh, echt voor het, het treden? Kun je hier meedoen. Maar je, je zit nu te hoog tegen die resistance aan om daar iets mee te kunnen. Uh, wil daarin eerst een duidelijke, uh, duidelijke confirmatie zien dat we dit gebied gainen voordat we weer iets gaan kopen? Uh, dus blijf voor nu gewoon lekker defensief. Laat die koers uh, naar jou toe komen. Inderdaad, zoals ik net al aangegeven heb en niet andersom. Dus dit is wel even. Belangrijk, maar in ieder geval mooi om te zien dat hoe het uitgespeeld is, dat dat, uh, dat, dat toch ook weer uh, dat dat mooi uitgespeeld is. Uh, terugtestje en je ziet hier elke keer hè, de agressieve terugtest. Dus ik zal, zal dit eens even weghalen. Uh, zilver en goud mag heel even kort hoor. Nou dan kunnen we daar eens even kijken of dat daar iets aan veranderd is aan onze higher time frame uh, scenario. Uh, wat ik hier in ieder geval even wil laten zien, je ziet het hier. Hè. Uitbraak, terugtest op de resistance. Uitbraak terugtesten op de resistance. Dus vrij agressief. Moeilijk om, om echt in die start van die impulsen. In, uh, in positie te komen. Ja, dat geeft gewoon kracht aan. Inmiddels uh, kunnen we hier die bovenzijde, weliswaar als uh, soort van getest. Uh, of in ieder geval de eerste touch gemaakt hebben. Wat het gewoon heel erg interessant maakt nu om hier die onderste regio in de gaten te gaan houden. Uh, zodat je wat ik vorige keer al aangegeven heb. Uh, hier de eerste touch. ...terugtest en dat je dan kan gaan kijken of dat je door kunt gaan bouwen aan een uh, verdere continuation. Uh, dus dat voor XRP. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is, uh, in Milan. Het is, het is jammer dat, we, ja, dat je die entry van vorige week natuurlijk gemist hebt. Want daar is toch eigenlijk best wel een mooie, uh, ja, een mooie spuit uitgekomen van een goede 15%. Had je in een weekje tijd toch een, uh, toch een mooie trade-op kunnen pakken als hij... Uh, als ze nog hadden kunnen spelen. En voor nu. Uh, ja, moeten, er, moeten we gewoon wachten totdat de juiste setups komen, jongens. En dat is het mooie van, van het stukje traden. Um, hecht niet te veel waarde aan één bepaalde asset. Als je ziet van: oké, okay, dan moeten. We, ik heb niet de juiste omstandigheden om, 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 een, om de juiste setup te kunnen spelen. Dan, dan ga je gewoon ergens anders kijken. Ga je kijken of je het daar uh, kan vinden. Dus uh, zorg ervoor dat je het niet te. Uh, dat je niet te verliefd wordt op een bepaalde asset. Het is ook echt een, een valkuil daarin. Um, die kansen komen vanzelf, jongens. Wacht gewoon netjes op zo'n terugtest. En dan kijk je of dat je dan kan. Gaat hij hier uiteindelijk wel gainen? Nou, dan, dan kunnen we daarna weer gaan kijken. van Hoe kunnen we daarop in gaan spelen. als we het eerste beste gebied gaan gainen. wat je, wat je hier ziet. Um, en voor nu moeten daar eerst weer nieuwe omstandigheden gaan, uh, gecreëerd gaan worden. voordat we er uiteindelijk iets mee kunnen. Uh, dit gebied blijf ik interessant vinden hieronder, dus dat voor XAP. Uh, gaan we eens eventjes kijken naar socks, socks, socks. Wat we daarmee kunnen. Oeh, eerste opzicht is interessant, zeker. heel interessant. Ja, bevindt zich eigenlijk wel op een heel mooi punt. En waarom zeg ik dat? Je ziet hier duidelijk een level te liggen. Um, dat zit ja, ongeveer in deze regio, waar je dus nu ook op gestopt bent. Um, die komt voornamelijk ook hier vandaan. Kijk, hier zie je die topconstructie. Die heb je hier ook. Wellicht dat je daar dus nu hier op deze support hier, die hier ligt, dat je daar nu weer, weer of support op kan vinden. En kan kijken of je dan door kan. Mag wellicht nog iets lager. Hier ligt ook nog een klein interessant gebiedje wat ik hier, wat ik hier open zie liggen. Uh, zo, dus dat is dit. Ja, dat gebied waar je, waar je dus nu in zit, enorm interessant. Ligt nog een klein gebiedje onder. Dit wat interessant is, wat uh, fair value, value gapje wat nog open ligt. Uh, die wellicht nog teruggetest kan worden. Dan gaan we het zien. Of dat je dan daarna een nieuwe push kan maken. Interessant om te zien dat je dit in ieder geval hebt kunnen gainen. Dit terugtesten. Ja, het zou mooi zijn als je nu door zou kunnen. Uh, zij het in deze regio of de volgende, de box die hieronder ligt. Ik wil in ieder, geval de, in ieder geval, dat is wel belangrijk dat je niet hieronder gaat komen. Want als je hieronder gaat komen, dan ga je echt je constructie uh, breken. En dan, uh, dan, ja, dan ga je zomaar lager kijken. En dan, uh, dan kan je zomaar doorzakken naar het eerstvolgende punt waar je dan tegenaan gaat lopen. Dus uh, dit in ieder geval voor. De iShares van Semiconductor. Um, goed. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is. Lennart, goeie avond. Leuk dat je er bent. Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Um, even kijken. Wat zien we dan nog meer aangevraagd worden? Ik zie goud en zilver nog aangevraagd worden. Die gaan we eens even meepakken. Um, heb je nog meer dingetjes? Um, neem ze vooral mee. Ik kijk heel even. Uh, Oeh, bijna het tweede tepeetje gehad. Is net niet, uh, net niet gehit. We gaan zo meteen wel eens even kijken of dat daar nog iets mee gedaan wordt. Um, beginnen we even met goud. Is zeker interessant, interessant. Ga ik dit heel even weghalen om te kijken, die gain is in ieder geval op de weekly binnen, is heel interessant dus uh, dat geeft ons de bevestiging dat die uptrend nog steeds uh, aan het continueren is uh, laat mij dit gebied heel, heel erg interessant, die ik dus aangegeven heb, die gain die zit inmiddels in de tas uh, ten opzichte van dit punt natuurlijk dus we hebben een, we hebben een constructie we krijgen conformatie van het uh, continueren van onze trend uh, nu mag je dus inderdaad op dit punt hier zou je heel agressief een terugtest kunnen maken om door te kunnen gaan. Uh, maar wat willen we nu in ieder geval intact houden? Dat is dit punt wat voor nu heel erg belangrijk is voor onze constructie. Want op het moment als je dit dus intact kan houden. Uh, even kijken. maak ook eventjes wit. Eentje zwart. Als we dit dus mooi intact kunnen houden. Dan je, kun je je trend continueren. We hebben nu de conformatie gekregen op goud. Uh, dat die trend dus uh, een nieuwe high-rise -high gemaakt heeft. Met een mooie gain erbij. Dus dit geeft ons conformaties. Om in ieder geval in deze regio dus ook te kunnen gaan kijken naar een trade. Gaat die daar komen? Uh, dat weet ik van tevoren niet. Maar ik weet nu in ieder geval, doordat deze omstandigheden ontwikkeld hebben en zijn, uh, dat dit dus een interessant gebied is om naar te gaan kijken. En het zou mooi zijn, hebben we het aangegeven. Uh, ja, goud gaat gewoon. Uh, we hebben confirmatie gekregen voor een trendcontinuatie. En we gaan de aankomende tijd op goud waarschijnlijk dus uh, ja, door continueren met deze trend. En wellicht dus ook. Um, ...nieuwe Altum Highs weg gaan zetten in de aankomende tijd. Dus dat is enorm uh, mooi om te zien voor het goud in ieder geval. En uh, daar gaan we nog eventjes snel zilver mee pakken. Even kijken. Die blijft een beetje in de compressie. Blijft niet veel gebeuren. Uh, ik blijf een beetje hetzelfde bij als wat hier, uh, wat hier gebeurd is. Ook vorige week ingetekend heb. Ik vind dat, dat, dat zilver heel erg aan het duwen is. Ehm... Um... En we moeten eerst uh, wachten totdat de juiste omstandigheden gecreëerd zijn. Voordat we daar uiteindelijk weer iets mee kunnen. Uh, wellicht dat hieronder zoals aangegeven nog een interessant momentje ligt. Omdat je dan de, uh, het, aan, ja, het stukje range treden aan het uh, intact kan houden. En uh, wellicht ligt er dan nog een klein setupje hier. Alleen voor de grotere plaat voor het, uh, voor het zilver. Uh, moeten we even gaan kijken. Uh, zilver uh, ja, is vaak ook wat later dan goud. Dus wellicht kan er, kan er in de toekomst hier nog uh, ja, op het moment dat goud nog mooie dingen gaat doen, dat dit, uh, dat dit meegaat. We gaan, het, uh, we gaan het in ieder geval oh, nauwlettend in de gaten houden. Um, even kijken. Lennart die vraagt target aan. Sterk bedrijf met technisch gezien flink gedaald. Um, en de Kimberly Clark. Nou, dan kunnen we daar eens even naar gaan kijken. Uh, wat we daarvan kunnen zien. Ik um, ga af en toe eventjes door naar mijn treetje Om te kijken hoe dat, dat, hoe dat, dat ervoor staat momenteel. Um, dus als je ziet dan dat ik iets aan het switchen ben, ben dan is dat omdat ik daar net uh, live gevuld ben op het treetje. Uh, we hebben net wat tp'tjes voor ingezet. En dan zien we zo wel hoe dat die uitspeelt. Um, TGT. Target Corporation. Inderdaad, flink gedaald, zo te zien. Um, wat valt mij op, wat valt mij op? Even kijken. Dit is wel een geintje bij ten opzichte van dit. Ik ben eventjes aan het kijken hoor. Ja, dit is nog wel. Dan ga ik eens even kijken. Waar we uitkomen als ik dit eens doortrek. Een beetje deze regio hier. Um, ja, en dat is zeker net die. Ja, kijk maar. Is precies die. Uh... Die je hier ziet. Yes. Oké. Okay. Um, ik vind dit een interessant gebied wat je hier ziet. Met name omdat dat, dus, de start is geweest uh, van die push omhoog. Dus hier, je bent, je bent hier begonnen. Dit is een terugtest geweest. Um, op je oude all time high, zeg maar. Dus op de oude. Oude all time high. Die heb je vervolgens hier. 1, 2. Vervolgens druk je er doorheen. Maak je er een terugtest. Dit is, echt, dit is uiteindelijk de higher time frame. Perfecte breakout trade geweest. Um, voor um, de push naar de all time high die daarna volgt. Dus die met de, met de corona. daar ben je toen vervolgens een goede. Wat zal het zijn? Ja, bijna 200% gestegen. Enorm interessant. Um, en daar ben je nu dus eigenlijk inmiddels weer helemaal terug naartoe gezakt. Of in ieder geval, daar neig je nu terug naartoe te gaan. Het zou dus ook heel interessant zijn om eens te gaan kijken: van ja, wat? Kijk, wat ga je hier in deze box doen? Um, kunnen we dit op twee verschillende manieren benaderen? Je kunt zeggen: ik, uh, ik schaal hier chill in. Um, is het in ieder geval belangrijk dat je genoeg voldoende liquiditeit achter de hand houdt. om uh, eventueel verdere dips. Naar een volgend uh, dieper scenario uh, in te kunnen blijven kopen. Je weet, je, je, ja, Lennart, je, je weet wel een beetje wat ik uh, hiermee bedoel. Uh, wat kunnen we vervolgens nog meer doen? Nou, dat is gaan kijken naar een, uh, naar een eventuele kanteling. Ik zou hier dan verder nog niet zoveel mee doen. Uh, zou dan echt interessant vinden als we weten, als we gaan kijken wat we hier dan in dit gebied gaan doen, uh, en eens gaan kijken vanaf dat je hier dus weer terug kan komen uh, in dit gebied. Als we wat meer over een lokale, lokale eh, kanteling praten, zeg maar. En waar die dan komt te liggen, dat weet je dan op dit moment nog niet. Uh, maar daar moet, zal, zal eerst meer prijsactie voor moeten gaan ontwikkelen. En dan vind ik dit is in ieder geval hier een interessant punt. Uh, waar ik eerst een kanteling zou willen zien. Ehm... Um... Dus inderdaad, een mooie, mooie aanvraag, Lennart. Sterk bedrijf, maar technisch gezien flink gedaald. Ik heb geen idee hoe dit er um, uh, hoe dat, fundamenteel voor staat qua cijfers en weet ik het wat. Maar uh, in ieder geval, uh, prijsactie, technisch interessant en kan mooie kansen gaan geven straks. Dus dat is, uh, dat is leuk om te zien. Dan komt nog Kimberly Clark. Kimberly Clark, dat is dus de, de, de KMB. Laten we eens even kijken wat we daarmee kunnen. Ja. Even kijken, even kijken. Want je bent in ieder geval zo te zien al wel trend gebroken. Uh, dit is de laatste push geweest. Uh, die je hier naar de high heeft gebracht, die heb je inmiddels gebroken. Dus je zit, uh, dit, ja, dit geeft nog een extra conformatie van die neerwaartse trend. Ja, wat, wil, wat wil je dan nu intact gaan houden? Dat zou dit gebied zijn. Uh, dus om en dan bij dit gebied. En zoals je ziet heeft dat in het verleden al wel een paar keer uh, meer voor steun gezorgd. Uh, dus dit is zeker iets, een zone waar, die ik in de gaten hou. Uh, kan je dus ook inderdaad naar gaan kijken om te kijken wat je hier gaat doen? Wellicht een, uh, een lokale change of character gaan spelen. Dus op het moment als je hier dus uh, inkomt en je gaat voor de lokale kanteling kijken, zou je eventueel nog iets mee kunnen doen? Ja, dit wil je gewoon intact houden. Want anders dan. Uh, ja, dan ga je toch wel aardig wat, uh, wat inleveren. Hieronder ligt wellicht ook nog iets, een stukje van liquiditeit. Ehm. Uh, Ongeveer in deze regio ja, heb je toch twee hele interessante regio's om naar te gaan kijken. Vooral gezien de, de opwaartse potentie. Um, en dan ga je niet voor nieuwe all-time highs. Hè. Dat kan, je ziet, je ziet dat het aandeel uh, in principe all the way up is. Maar um, ja, als jij hier uh, ergens in deze regio gaat kijken en jij hebt hier, kijk, dat zijn toch gewoon hele mooie targets van een goede 25 tot 30%. Uh, maar het is gewoon enorm interessant en je ziet dat het heel vaak of regelmatig uh, gerespecteerd is. Dus uh, interessant aandeel. Uh, doe zelf je fundamentele analyse hierop om te kijken of dat het uh, ook prijstechnisch interessant is. Uh, dus dat voor Kimberly Clark. Goed, tijd om even naar Bitcoin te kijken. Want uh, de titel van de livestream natuurlijk: uh, Oh, VUSA komt nog binnen op de valreep. Gaan we nog even naar VUSA kijken. De visa, visa. Kijk. Kijk, kijk, kijk. Interessant punt. Had je al wel in positie moeten zitten? Ik heb aangegeven hier dus. Als we die game krijgen. Nou, ten opzichte van dit punt. Uh, en kijk eens wat we gedaan hebben. Die game die heb je hier in de tas. Dus dit, dit scenario is uitgespeeld. En zou dus inderdaad betekenen. Uh, of in ieder geval betekend hebben. Dat we dus in deze regio naar langs mogen gaan kijken. Ja, en je ziet hier, je ziet hier echt de opwaartse druk ontstaan. Dus dat is interessant. Uh, je blijft hier nog wel tikken. Ja, je je wil dit hier nu gewoon vasthouden. Je bent wel, wel aardig wat, wat, wat dieper teruggetest. Maar je houdt hem tot nu toe op de weekly nog aardig goed vast. Uh, wat willen we nu zien? Ja, je, hebt, je hebt hier in ieder geval positie gemist. We moeten gewoon nu gaan kijken naar een. Even kijken of we hier nog iets mee kunnen. Ben je heel laat naar mijn idee hoor. En dit is, dit is, dit is eigenlijk een beetje een trade waar ik, waar ik liever niet. Ik vind hem een beetje. Uh, het, het, ja, een beetje forceren. Maar hij ligt er wel dat op het moment als je hier dit punt breekt. Uh, kijk eens, hier ligt nog een, daar ligt hier nog een interessant punt voor. Dat je dan alsnog die, uh, probeert die continuatie, die late continuatie te spelen. Uh, als die terugtester komt. En dat is de vraag. Weet je, weten we nu nog niet. Moeten we even naar gaan kijken wat dit, uh, wat dit gaat doen. In ieder geval, de entry die er lag... die ik dus al eerder ingetekend heb... die is dus in ieder geval gevuld en die lag hier. Dus uh, je had in eerste instantie... je had nu al gewoon uh, ja, hiervoor in positie kunnen zitten. Uh, en dan gaan we, gaan we kijken wat dit, uh, wat dit gaat brengen de aankomende tijd. In ieder geval ook oh, interessant om te zien... dat, dat hij uh, aardig aan het drukken blijft... En dit is ook zoals je ziet gewoon all the way up. Uh, want kun je hier niet vasthouden. Ja dan is het toch helemaal niet zo gek om, uh, om een terugstapje hier naartoe te maken. En dan zijn dit toch twee hele interessante momenten uh, waar je naar kan gaan kijken. Goed. Um, Kunta die komt nog. Ja, je zat net op de Euronext te kijken. Uh, ziet er iets anders uit. Oké. Okay. Uh, oh ja, Volkswagen nog voor prikkie. die gaan we ook nog pakken. Gaan we daar eerst naar kijken. Uh, Volkswagen. Uh, pop, pop, pop. Even kijken. Uh. Even kijken, want dit is VW, VW3 volgens mij, hè? Deze. Even kijken wat we hiervoor kunnen maken. Ja, het, het is interessant, jongens. Ik, ik, kan, ik kan niks anders zeggen dat er toch wel um, aardig wat aandelen voor staan. Die toch wel op hele cruciale mooie punten staan. Waar je dingen mee kan doen. Um, Prikkie die gaf aan. Even kijken waar is het. Misschien afgezaagd, maar denk dat uh, Volkswagen nu gaat kantelen. Um, aan denken heb je niet heel erg gek filmen, want je kan er niet zoveel mee. Dat, dat is het uh, een beetje wat ik daarmee wil zeggen. Uh, het enige wat we wel kunnen doen is kijken naar de conformaties die we hebben. En op basis van deze conformaties uh, kunnen we dus dingen gaan besluiten of dat we daar wel of we geen entry in kunnen nemen. Je ziet dat dit in ieder geval op het punt waar we dus nu aan het teruggekomen zijn, uh, om naar bij deze regio. Dat het een heel interessant punt is geweest, omdat het namelijk de start is geweest die ons helemaal hier naar boven toe heeft gebracht. Daarbij ben, ben je nu dus in het afgelopen, wat is het hier vanaf uh, ja, ma maart 21, dus bijna een jaar geleden, ben je naar beneden aan het kabbelen gegaan. En zit je inmiddels weer in die start van die impuls hier. Het zou nu dus ook enorm interessant zijn, prijs, uh, ja, ja, prijsactie technisch gezien. Om dit punt dus nu ook intact te gaan houden. Um, kan je dat? Ja, dat weten we niet. En aan het denken, daar kunnen we niet zo gek veel mee. Um, ik zie inmiddels al wel dat dit punt dus 1, 2, 3. En dus inmiddels voor de vierde keer aan het. Uh, dat we dit dus voor de vierde keer aan het terugtesten zijn. Vind je dit nou eng? En denk je nou echt dat dit dus. Uh, ja, we, we, we gaan er doorheen zakken? Ja, dan kun je voor jezelf ook gewoon besluiten. Ik, ik wacht op een extra conformatie. En waar wacht je dan op? Je ziet de, 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 de risk reward in die zin. Naar de bovenzijde of de RR naar de bovenzijde is gewoon flink op Volkswagen. Dus er ligt genoeg opwaarts potentie om eh, bij wijze van dus een extra conformatie in te bouwen. En waar gaan we dan naar kijken? Nou, dan willen we gewoon die lokale kanteling willen we gewoon pakken. Die lokale. Change of character, waar we dan naar op zoek zijn. En dan gaan we dus heel goed die trend duidelijk in kaart brengen. Je ziet dus ook dat je heel mooi... Uh, okay, je bent gewoon heel de tijd ben je lower lows en lower, uh, lower highs aan het wegzetten. Tik, 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 tik. Dit is hoe we er nu voor staan. En dan ga je gewoon... Uh, en dan ga je gewoon kijken... Um, nou, wat is mijn meest recente lower high? Um, en die wil, ik, die wil ik gebroken zien worden, die wil ik gegained zien worden. En als we dan gaan kijken naar dit voorbeeld, dan is dit hier het meest recente punt, die er dus voor gezorgd heeft: de meest recente lower high, die ervoor gezorgd heeft dat we deze lower low hebben, gaan, uh, hebben weggezet. Um, wat we dan kunnen doen, is wachten totdat we dus deze duidelijk breken, dus met een duidelijke gain. En dan hebben wij daarin dus een extra confirmatie van: hey die trend die gaat mogelijk kantelen. En dan gaat, dat, dat zou dat dus een, een eerste uh, confirmatie kunnen zijn dat onze neerwaartse trend uh, gebroken wordt. En dat we dus groen licht hebben om te kijken naar opwaartse treedjes. En op het moment als je dan, ik zeg maar wat, hier alsnog een terugtestje pakt. Ja, dan, dan zie je in ieder geval dat je. Je hoeft niet bang te zijn om de boot te missen. Je kunt soms. Als je iets een beetje spannend vindt, dan kun je, kun je ook gewoon een extra conformatie in, uh, inbouwen. Uh, en als je dat doet op deze manier met Volkswagen, dan zie je dat je dus. Oh, ja, stel die terugtest kan, zou, zou hier kunnen komen te liggen. Ja, dan kan dit gewoon nog enorm veel mooie kansen geven. Um, wat ik in ieder geval een heel interessant target vind. Is in ieder geval deze. Nog steeds een goede 73%. Dus ik, ik, ik hoop dat je een beetje snapt wat ik ermee wil zeggen. Um, vind je het spannend. Um, en onthou hè. Dat, dat dit, zijn, dit zijn hele... Um, scary trades in ieder geval. Je denkt van, hey, we, zitten, hey, we, hebben, we hebben het afgelopen jaar alleen maar neerwaarts getrend. We zitten helemaal in de start. Um, in, in, in de swing low, in dit geval. Dus. Die ons ervoor gezorgd heeft dat we dit weggezet hebben. Ja, dan, dan kan dit gewoon een hele interessante koopmogelijkheid zijn. Um, tot op het moment dat we dus ook daadwerkelijk de invalidatie krijgen dat we lager gaan kijken. Ja en die hebben we momenteel nog niet. Dus dit is gewoon, dit blijft gewoon een hele enorme interessante box om, voor, uh, om op in te investeringsniveau uh, te accumuleren. Um, nogmaals, vind je dit spannend, wacht gewoon duidelijk eventjes op die kanteling, op die conformatie. Bouw die extra conformatie in dat die trend gekanteld is en kun je alsnog... Um, zal je hier onderweg mocht hij dan gaan kantelen en weer opwaarts gaan, uh, gaan um, heb je nog steeds, kan je nog steeds genoeg kansjes pakken om alsnog een uh, mooie stack uh, op te bouwen dus ik hoop dat dit, uh, dat dit een beetje duidelijk is uh, Pricky um, en om uh, even antwoord te geven dus op jouw vraag uh, denk dat Volkswagen nu gaat kantelen ja, daar, hebben we nu, daar hebben we momenteel niet veel aan, deze box is gewoon enorm interessant, kijk naar wat je ziet Um, je hebt harde invalidaties, je hebt harde um, um, uh, punten waar je naar wil kijken, um, condities in die zin. Um, en probeer je daaraan vast te houden, aan, aan wat jij denkt. De, de, de markt heeft in principe scheid aan wat jij denkt. Dus het, het maakt ook niet uit wat jij denkt. Zolang je maar blijft kijken naar wat jij ziet. En uh, daar moet je proberen aan vast te houden. Dus probeer het ook niet moeilijker te maken dan dat. Uh, Milan vraagt nog, ervaren jullie ook zoveel problemen met Bitfavo? Nou ja, ik zag in ieder geval wel iets voorbij komen. Ook, dat uh, met Bitfavo inderdaad, dat ik nou ook uh, allerlei dingen moet gaan verifiëren. Met uh, natuurlijk zo'n uh, twee staps verificatie. Maar ook met je IBAN en weet ik het wat, dat, uh, om er überhaupt geld vanaf te gaan halen. Dus uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet gedaan. Dus ik moet daar ook eens eventjes in gaan, in gaan duiken. Ehm... Uh, dit, uh, ja, dit, is, zal gewoon, dit, dit, dit hoort waarschijnlijk gewoon bij die, uh, bij die stukjes uh, uh, regulering. En uh, wat, wat zal die MICA-wetgeving dat ze willen weten wat er uh, bij wie hoort. En dit is eigenlijk gewoon een stukje veiligheid wat ze inbouwen. Ze dus proberen hier natuurlijk. Uh, de on- en off-ramp naar jouw account. Proberen ze daarin uh, ja, in, in een verkeersweg te maken. Wat, dat dus alleen uh, één account gekoppeld staat aan één bepaalde IBAN. Uh, tenminste, ik denk in ieder geval dat dat het doel is waar ze daarmee naartoe willen. Uh, Goedenavond Harry, leuk dat je er bent. Dus uh, ik snap dat het lastig is. In ieder geval als dat is, in ieder geval is waar je op doelt, uh, Milan. Uh, mocht je andere problemen met dit hebben, laat het even weten. Misschien uh, dat we elkaar daarin kunnen helpen. Um, maar als dat is wat waar ik denk dat je op doelt, in ieder geval, dan, um, ja, dan is dat lastig. Uh, maar uiteindelijk denk ik wel dat dit uh, ten goede komt van de veiligheid van je account en dus ook van je funds. Dus um, ja, we gaan, het, uh, we gaan het in ieder geval gewoon zien. Um, hebben we deze gehad? Gaan we voor Koen nog eventjes naar ASML kijken? En dan sluiten we hem daarna lekker af met Bitcoin. Uh, ASML. Even kijken. Ja, het blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Terug hier geweest. Ja, sowieso uh, prik je 100% mee eens. Uh, twee stapsverificatie. verificatie. Ja, die stappen die klinken nou eenmaal van ja... ...zit er niet op te wachten. Maar onthoud wel, het gaat om je eigen geld. Hè. Dus uh, ja, beter... Uh, ...saved and sorry. Dus uh, tenminste zo kijk ik ernaar. En uh, het zijn dan inderdaad kleine handelingen... Uh, ...die er wel voor gaan zorgen... ...dat jouw account een stuk veiliger is. Dus uh, uh, ik kijk er helemaal hetzelfde na. Um, en zie dat ook echt wel als een must. En ik denk uiteindelijk dat dit... ...wat ze dus nu doorgevoerd hebben... ...ja, het is even kloot om op te zetten. Maar uh, uiteindelijk komt het wel ten goede... ...van de veiligheid van je account. Um, ASML, ja, we trenden nog steeds neerwaarts, jongens. Hier valt weinig van te zeggen... Uh, blijft eigenlijk het scenario blijft gewoon staan die we ingeschat hebben. Uh, dit moeten we ganen. Bovenste box moeten we gainen. Om een confirmatie te krijgen dat onze lokale trend gekanteld is. Uh, kantel je die niet, heb je ook gewoon nog geen groen licht om hier in de huidige prijsactie te gaan kijken naar een entry. Uh, dat komt pas in een de van deze, één van deze drie, uh, drie zones. En waar ik de onderste in ieder geval enorm interessant vind. Maar goed, daarvoor moeten we dus echt nog wel net zakken. Uh, goede 30%. Dus uh, we gaan het zien voor ASML. We gaan hem in de gaten houden de aankomende tijd. Deze regionen zijn in ieder geval enorm interessant om te gaan kijken naar een lokale kanteling. Uh, komt die lokale kanteling er niet, heb je niet de omstandigheden um, om een positie te openen? Tenzij je hier op investeringsniveau jezelf in wilt. Dollar cost average, dat kan ook. Uh, is een beetje vanuit welk perspectief je het wil benaderen. Wil ik het vanuit de investeringskant benaderen, dan kun je daar gewoon in gaan ladderen. Uh, wil je het meer vanuit de traderskant, trader, tradersperspectief gaan benaderen, dan uh, ga je in de, een van deze boxen kijken naar een lokale, lokale change of character, dus de lokale trendkanteling. Um, Wat de fuck gebeurt er met, uh, met Solana? Zegt, uh, zegt Harry Mens. Ja, die uh, lijkt eindelijk een, uh, een puls van leven te krijgen. Um, hebben we helemaal als eerste behandeld, Harry. Dus mocht je uh, dat graag nog willen zien. Die hebben we helemaal als eerste gechart. Dus uh, wellicht kun je hem dan dadelijk na de livestream nog eventjes terugkijken. Dan uh, voorkomt in ieder geval dat we dingen dubbel gaan doen. Maar dan, uh, dan weet je in ieder geval dat we daar al wel naar gekeken hebben. Een goede, ja toch een goede 50% in een week tijd. Dat is gewoon enorm veel. Uh, maar goed, we hebben in ieder geval aangegeven welke omstandigheden, wat we, wat we graag willen zien uh, daarvoor. Dus uh, dat kun je zelf eventjes terugkijken. Goed, tijd voor... Bitcoin. high time frame. Um, even kijken. Zien we eigenlijk toch ja, deze zone waar we dus uh, tegenaan zitten te beuken. Dat we daar toch aardig hoog aan het vasthouden zijn. Uh, dat is interessant. Uh, maar je ziet ook dat we er toch ook enorm veel moeite hebben om hier doorheen te komen. Er ligt gewoon een flinke bats liquiditeit hierboven. Of in ieder geval verkoopdruk. Um, is ook niet gek. Ik heb deze zones daarin ook niet voor niks aange aangekaart. Ja, en kom je eigenlijk, uh, zit je eigenlijk in deze push naar boven? Um, is het volgende grote target eigenlijk waar je naartoe wil? Is, uh, zeggen maar, de 38 tot 40k-regio. Um, al meerdere keren aangegeven. Moet dat in één keer? Nou ja, dat hoeft niet in één keer. We hebben aangegeven dat we dit dus hele interessante regio's vinden voor spot entries. Ehm. Um, dus waar je wellicht... Um, ik heb aangegeven dat ik hier bijvoorbeeld een TP heb genomen. Ja, dan zijn dit gewoon voor mij interessante zones... Um, om langzaamaan weer spot Bitcoin in te schalen. En uh, dus uiteindelijk gaat kijken dat op het moment... als je hier dus niet die druk vast kan blijven houden naar boven... om er in één keer naartoe te gaan. Um, Omdat wellicht op een terugtest te doen... en waar die dan komt te liggen, ja, dat weet je van tevoren niet. Maakt ook niet veel uit. Uh, zolang jij je ordertjes naar de bovenzijde... En naar de onderzijde klaar hebt staan, dan kun jij gewoon geld verdienen. Gaat de koers naar boven? Pompen we nog verder naar boven? Neem je winst? Um, en kijken we daarna verder naar uh, of we die entries alweer naar boven moeten gaan halen? Uh, ga je hier rejecten en ga je een diepere terugtest maken? Dan staan de orders daar gewoon weer klaar om te kopen, jongens. En zo simpel is het. Het is, het is helemaal niet moeilijk. Uh, je moet gewoon zorgen dat je je logische verstand gebruikt en dat je de juiste. Um, uh, Kennis vergaard in die zin. Uh, zodat je weet hoe je hierop moet anticiperen. En uh, ja, zijn jullie in ieder geval al toppers om naar deze livestream te kijken? Uh, en is het in ieder geval mijn taak om jullie, uh, ja, om jullie klaar te gaan stomen hiervoor? Voor, uh, mocht er, mochten we dadelijk echt vuurwerk gaan zien? Wanneer bijvoorbeeld een uh, Bitcoin-ETF eraan zit te komen? Ja, dan. Uh, dan heb jij de juiste kennis en dan sta je dan een stapje voor ten opzichte van de rest van de markt. Of in ieder geval de markt die dan op dat moment in wil stromen. Um, en kan jij je hoofd koel cool houden. Um, dit in ieder geval dus voor de grote plaat. Gaan we eens eventjes kijken naar Bitcoin Lower Time Frame. Of dat we daar nog wat van kunnen maken. Ehm. Um. Wat zien we in ieder geval op bitcoin? Ja, we bevinden onszelf, zoals voor de titel van de livestream. Ik moet zeggen, ik was hem vanmiddag wel even aan het knijpen. Maar we hebben hier vanmiddag een aardige puls in één keer omhoog gezien. Uh, was natuurlijk de livestream aan het, aan het voorbereiden. De FOMC kan Bitcoin doorgaan pushen of testen we terug. Ik had alles in ieder geval voorbereid. En toen stond de prijsactie er nog zo voor. Uh, zoals dit. Dus je ziet een, een aardige compressie ontstaan. En uh, op het moment dat ik alles geüpload had en uh, klaar had staan, uh, spoten, we, spoten we ineens weet ik het hoeveel procent omhoog. Dus ik dacht al, van oh, daar gaan we. Uh, maar uiteindelijk is het alleen bij het weghalen van liquiditeit gebleven. Uh, ja, en zijn we dus nu momenteel gewoon aan het kijken. Je ziet dat, uh, dat ja, je, je bent hieronder uh, ook liquiditeit aan het weghalen geweest. Je zit gewoon in compressie waarin er aan allerlei zijdes liquiditeit weggehaald wordt. Um, wat is er dan nu interessant? Ik ga dit in ieder geval even weghalen. Aangegeven. Vorige week al dat dit... Zo'n beetje je range eigenlijk is. Dus waar je, waar je in, uh, in aan het, aan het treden bent. Momenteel. Bitcoin zou Bitcoin niet zijn. Op het moment als jij weet dat je tegen zo'n high timeframe resistance aan zit. en hij heel sterk vast blijft houden. Um, ben niet bang om ook naar longetjes te kijken. Je natuur zou zeggen. als je al een beetje jezelf aan het verdiepen bent. in dat stukje treden van hé. Hey, um, we bevinden ons tegen een hele hoge, hoge resistance aan. Uh, ik ga alleen maar kijken naar short, 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 short. Maar Bitcoin karakteriseert zichzelf... Um, door op het moment als hij gaat... Uh, dat je zeker uh, rekening moet houden met het scenario... dat als hij gaat, dat hij gelijk doorgaat. En dat je weinig um, grote terugtesten... zoals deze, dat het dus kan zijn... dat deze terugtesten hier verder naar beneden niet komen. Um, en dat je dus heel erg op... Het stukje D-treden daar rekening mee moet gaan houden. Als we dan gaan kijken naar hoe trade je rangeforming in die zin. Uh, liggen natuurlijk de shorts sterke shorts aan de bovenzijde en de longs aan de onderzijde. Je kijkt natuurlijk wel welk punt is er al teruggetest. Aan welke liquiditeit, uh, welke entries zijn er al weggenomen. Je ziet namelijk dat deze wicks die testen dit alweer terug. Deze wiks, die, 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 die hebben hier alweer liquiditeit van weggenomen. Um, en verder zie je nu iets heel interessants ontstaan. We zitten dus tegen die bovenzijde aan te drukken. Um, en hadden hier dus met, tot en met vanmiddag een hele mooie zone van liquiditeit. Die is ook weggenomen. Ehm. Um, wil je dan nu hierin gaan lopen pielen? Ik zou dat persoonlijk niet doen. Ik, ga, ik, ik vind dit. We neigen nu te veel naar de, uh, naar de short zone om dus te gaan kijken naar longs. Ja, waar ga je dan wel naar longs kijken? Um, onder de liquiditeit. En waar, ligt dus, waar is de liquiditeit opgebouwd op dit moment? Kijk eens, die liquiditeit die ligt hier, in dit gebied. Wat is dan nu interessant om intact te houden of om te gaan kijken naar longetjes? Dat is deze regio. Um, kan je ineens spelen? Kan, kan. Het is op zich best oké okay af te dekken. Um, maar wil je hierin een extra conformatie inbouwen, dan ga je ook hier gewoon naar de lokale... Lo ja, op het moment dat je naar beneden gaat, ga je naar die lokale change of character kijken. Um, bouw je gewoon even wat extra veiligheid in... Um, en dat is eigenlijk voor nu een beetje het, uh, het scenario wat ik, wat ik voor nu zie liggen. Um, je ja, houdt die opwaartse druk vast. Verder ja echte conformaties voor longetjes. Die krijg je pas op het moment als we hier dus ook duidelijk een, een game boven gaan krijgen. Dat we dus uit die range gaan breken. Ja dan komt er hier in deze regio dus een hele interessante. Um, zone te liggen uh, waar je dan kan gaan kijken naar support. Uh, want die resistance die je daar vindt, die wordt dan vervolgens support. Uh, maar dat is, zover is het momenteel nog niet. Dus uh, onthoud dit. Sla dit in ieder geval eventjes op voor de longetjes. Dus of confirmatie afwachten. Um, of eerst wachten totdat al die liquiditeit hieronder eruit genomen wordt. En dan uh, hier in deze regio gaan kijken. Um, omdat dit. Gewoon nog een zone is, heel dit stuk hier, wat je dus hier ziet liggen, ja, die is gewoon nog niet teruggetest in die zin. Um, en liggen dus de sterke longs aan de onderzijde en de sterke shorts aan de bovenzijde. Goed, ik hoop dat dit dus duidelijk is. Uh, dan kunnen we eventjes lokaal kijken, ja, wat, wat kunnen we er dan nog mee? Um, ik ben er nou wel echt weer even een hele gliederboel van aan het maken. Dit, ik, ga, ik ga het even helemaal weghalen. Ehm. Um, Waar kunnen we dan nou nog naar gaan kijken? Ja, dan wil ik, wil ik toch wel eerst zorgen. Dit is natuurlijk hier een, een interessante regio. Als je, die, kijk, als je die door gaat trekken hier naartoe, dan zie je dat dit toch wel een interessant boxje is. Uh, die voor veel interactie gezorgd heeft in deze, in deze range. Uh, en zou dus ook een interessante zone zijn dat op het moment, als je dit dus ook gaat verliezen, stel je komt hieronder. Ja, dan heb je, heb je hier mogelijk je longscenario. Uh, en die kun je spelen door. Op het moment dat je deze box gaat verliezen. Um, om daar wellicht naartoe te shorten. En dat is het enige shortje wat ik verder nog zie liggen. Um, op dit moment. Um, ja, en mijn short die hebben ze inmiddels die is gevuld. En die, uh, daar had je er al voor in moeten zitten. Ik kan even laten zien waar die vandaan komt. Is in die zin een wat geavanceerder. Uh, ja, geavanceerdere play. Zodra, zodra je de prijsactie snapt, dan, uh, dan is dat interessant. Um, je ziet natuurlijk hier. Een hele voor de hand liggende ter terugtest. Een, een, een test die ervoor gezorgd heeft dat jij dit bent gaan verliezen. Dus er zijn veel retail traders die hier naar dit punt gaan kijken. De vraag die je jezelf dus moet gaan stellen is waar ligt die liquiditeit van hun? Die liquiditeit die ligt hierboven. Want die stoplosses die liggen hier opgestapeld. Ehm. Um, Soms is het zo dat je jezelf uh, scherp moet maken. Uh, Kunta zegt: Ik ben net gefrontrunned. Ga kijken waarom je net gefrontrunned bent. Um, ik kan in ieder geval dadelijk aankaarten waar mijn entry vandaan komt. Um, wat mij in ieder geval interessant vond, is in ieder geval wetende dat retail. Want je moet dus altijd. Dat is ook een, een, een quote die ik, die ik vaker gebruik. Um, en dat moet je ook zien. Um, weet waar de liquiditeit ligt. Anders word jij liquiditeit. Laat die laat even die goed op je inwerken. Deze trade hier is zo voor de hand liggend. Um, dat hierboven. Dat ik weet dat hier dus veel liquiditeit boven komt te liggen. Want er zijn genoeg mensen die uh, minder ervaren zijn. Of niet de juiste kennis hebben. Om wat voor reden dan ook. Die hier naar gaan kijken. Maar wat gebeurt er hierboven? Hierboven ligt dus liquiditeit. En nog een hele mooie. Fair value gap. En wat is die fair value gap? Uh, daar, kom ik, daar kom ik allemaal op, uh, ja, op terug in de cursus die ik bijvoorbeeld uh, aan het ontwikkelen ben. Uh, begint, mooie, uh, ja, begint al een aardigheid te vorderen. Die is, uh, zit een beetje richting de afrondende fase, dus dat is mooi. Um, dus, en je ziet ook, pas die liquiditeit wordt eruit genomen. Fair value gapje wordt terug getest. Um, ja, en dan zit je vervolgens dus wel in die trade. Uh, is net even wel even na. Even een geavanceerdere trade in die zin. Um, en dan ga je gewoon je, je winstjes nemen. Kijk, en hier komt hij vandaan. Uh, momenteel eentje bijna twee tepeetjes gepakt. Ja, en we gaan gewoon zien hoe deze uitspeelt. 1, 2, 3 tepeetjes, risico eruit. Uh, klein gedeelte over, overlaten. Uh, voor als die dus verder naar beneden gaat en je dus uh, wel richting, uh, richting dit punt zou gaan. Uh, waar je dan eventueel nog een gedeelte kan gaan sluiten op, op je runner. Uh, en zo kun je hem helemaal uit gaan kleden. En dan hou je ten alle tijde natuurlijk een stukje over. Want kijk, gaat die, houdt hij bijvoorbeeld hier, uh, uh, breekt hij vervolgens hier nog erin. En dan kun je hem ook weer door gaan laten lopen naar, naar die punten die hieronder liggen. En zo kun je een uh, klein skalpje uh, uit gaan bouwen tot, uh, tot wellicht een swing trade. Waarin je daar kleine, uh, kleine porties of uh, ja, winst opneemt. En dus ook ten alle tijde gedeeltes, de gedeeltes van laat lopen. Um, Goed, ik denk dat we er zo toch een aardig, uh, aardig livestream van gemaakt hebben. Uh, Koenta, in ieder geval heel erg bedankt voor je boek. Uh, enorm leuk. Ik heb uh, van Koenta een mooi boekje gekregen. Uh, dus ik zal daar eens eventjes in gaan duiken. Uh, in ieder geval leuk om te zien dat er vanuit de community uh, ze, toch, ja, van de mensen die ik, uh, die ik geholpen heb, die, uh, die masterclasses uh, af, uh, afgenomen hebben. Dat daar zoveel waarde, of tenminste dat die toch heel veel mensen best wel van waarde zijn en dat ze hier heel veel waarde uitgehaald hebben um, in hun ontwikkeling en dat, ze, ja, dat daar, daar komen dankbare dingen uit en dat is gewoon enorm leuk om te zien dat er, uh, dat er uh, ja, van parfum tot uh, voor mijn verjaardag tot, uh, tot boeken tot uh, leuke dingen uh, uitkomen. Dus uh, ik kan zeggen dat ik alleen maar trots ben op jullie. Um, en dat het... Uh, ja, de community is lekker klein. Maar wel een leuk hecht communitytje. Waarin we er zijn met z'n allen voor elkaar. En uh, belooft gewoon een hele mooie tijd te gaan worden, jongens. En helemaal als we dadelijk uh, ja wat meer richting uh, Dazi Boeren uh, zal gaan continueren. En we op mooiere prijsniveaus komen. Ja, dan... Uh, ben ik in ieder geval heel erg dankbaar dat jullie um, het afgelopen jaar, anderhalf jaar, bijna twee jaar zelfs, uh, ja, de, de Beermarkt overleefd hebben. En dan uh, kan ik je één ding uh, gaan garanderen: dat zich dat in de, in de Boelmarkt enorm gaat uitbetalen. Dus uh, dank daarvoor in ieder geval. Goed, ik denk dat we hem lekker af gaan sluiten. Uh, lijkt het je nou enorm interessant, jongens, om, uh, om hier wat meer van te leren? Kun je me in een info sturen naar info@crypto.metchris.nl? Krijg je eventjes alle informatie omtrent de masterclasses die gegeven worden. Sta voor kwaliteit, één-op-één één begeleiding uh, en zorg ervoor dat jij de juiste kennis krijgt. Geen goeroes, geen gouden bergen, uh, eerlijke realiteit uh, met gewoon een, uh, ja, een, een hoop ervaring uh, en uh, begeleiding daarin. Ik uh, denk dat er genoeg mensen zijn hier in de chat die dat kunnen beamen. Uh, krijg je toegang tot de Discord? Een besloten leeromgeving is dat, waarin we sparren met elkaar. Dus uh, mocht je daar interesse naar hebben, info@crypto.metchris.nl. Wil ik de, aan degenen vragen die nog niet geabonneerd zijn om even te abonneren op het kanaal, de livestream te liken voor iedereen als je dat nog niet hebt gedaan en even op het belletje te drukken en dan. Uh... Weet je in ieder geval wanneer we de volgende keer weer live gaan. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Uh, en graag een hele fijne week toegewenst. En dan zie ik je volgende week weer. Ciao.